heb nog nooit hoeven werken met de kerst. Ik weet nou niet of me dat wel bevalt. Ik geloof van niet. Ik geloof van helemaal niet. Nou, wat dacht je van ons vak? Ja, ik heb het over ons vak. Nee, ik bedoel het artiestenvak, hè? Ik noem een Leen, een Ronnie, een Frans, een Benny. Om over André en René maar te zwijgen. Die jongens zitten echt niet thuis, hoor, vanavond. Ja, dat weet ik ook wel. Is in de keuken alles in orde? Ik zal even kijken. Hey, Goesje. Afhankelijk van het soort mensen dat heeft gereserveerd vanavond, is het misschien wel leuk als ik een paar kerstliederen tegen horen breng. He? Als er eenmaal een intieme en fijne sfeer is ontstaan. Hey Riek, wat denk je? Zou het rond 9:00 allemaal weer opgelazerd zijn? Nee, natuurlijk niet. Nou, bovendien, het zou me niets verbazen als het weer gaat sneeuwen. Dat komt mooi uit, dan komen ze wat later. En heb ik wat meer tijd om me voor te bereiden. Voorbereiden op wat? Novella la la la, novella la la la. Ik weet het niet hoor, Rico. Ik weet het echt niet. Ja, hallo, mag ik misschien even inzingen? Hè? To go. Let it snow, let it snow, let it snow. Ja, met mij, waar zit je nou? We moeten naar Huub en Tess. Ja, weet ik, Sjane, maar ik zit er bij Annie. Dan stoppen ze doorgeslagen. Wat? Nee, hè? Ze heeft kortsluiting in de lichtjes van de boom. Laat er dan toch ook eens goede spullen kopen. Daar heb je helemaal gelijk in, Sjane. Maar Annie heeft toch ook recht op een verlichte kerstboom? Ja. Maar ze heeft niet altijd recht op de tijd van een ander. Zeker niet als erop gewacht wordt. Jij hoeft niet op mij te wachten, Sjane. Ga jij maar vast naar de kinderen, dan kom ik direct daar naartoe als ik hier... Ik wil veel te ver lopen, Herman. Lopen? Waarom zou je lopen, Sjane? Je hebt toch een fiets? Het gaat weer sneeuwen, zeker weten, nee, dan op de fiets. Nee. Het gaat niet ook miezelen of motregenen. Maar kom, ik moet nou ophangen, want ik moet Annie met de lichtjes helpen. Des te eerder zijn we dan bij Tess en Huub. Dan onderbreken wij nu het programma voor een belangrijke extra mededeling. In het midden en zuiden van het land ijzelt het en zijn de meeste wegen spekglad. U doet er goed aan binnen te blijven. Tot zover deze extra verkeersinformatie. Ik begrijp het. Ja, niets aan te doen. Tot een andere keer, meneer De Haas. Dag, meneer De Haas. En dat is de familie De Haas die afbelde. Zijn we lekker mee. Dan komt er dus echt geen hond. Nou, kom, zeg niet zo negatief. Met name in het midden en zuiden zijn de wegen spekglad als gevolg van ijzel en sneeuval. U wordt dringend verzocht niet aan het verkeer omzet deel te nemen. Verlies. Tot zover deze extra mededeling. Zij denken, Goesje. Wat nu? Wat zal ik je zeggen, Rico? Ik neem een besluit, we gaan dicht. Ik ga de sprong wagen. Welke sprong? Nou, ik ga het vegen lijf over het ijs door de sneeuw naar Tess zien te schuiven. En jij naar huis, bofkontje. Wat? Maar... Niks tegen maar. Jij naar huis en ik naar Tess. Waar vier jij eigenlijk kerst? Ben je moeder? Nee, die zit op Hawaii met een nieuwe vriend. Maar waar vier je het dan? Oh, gewoon overal en nergens. Ja, dat is dan voor het eerst een gescheiden kerst voor ons, lieverd. Red je het wel? Ja, natuurlijk. Zodra het kan, kom ik thuis. Dag, schat. Dag. Vreselijk toch. Ik denk, ik kom even een cadeautje brengen voor onder de kerstboom. Kom ik nooit meer weg. Het is Witteveen. Ja? Oh. Ja. Ik begrijp het. Natuurlijk, niks aan te doen. Ja. Wat zegt u? Oh, dank u. U ook. Wat is er? Toch niks met je ouders? Dat was de traiteur. Dat was het kerstdiner. We hebben geen kerstdiner. Kim, ja, dat had je natuurlijk kunnen verwachten met dit weer, hè? Ach, kijk hem nou eens zo gezellig zitten. Tess Witteveen. Ja, met mij hier. Pa. Ik kan niet komen, Pop. Wat? Ik zit vast bij tante Annie. Oh, wat erg. Ja, ik kom hier niet weg. Vanwege het weer natuurlijk. Ja, het ijzelt. Dus jij viert kerst met tante Annie? Ik moet wel, ja. Overmacht, pa. Be a man. Dan moet je geen geintjes mee maken, Tess. Nou, geef mijn ma maar even. Ma? Ma is hier helemaal niet. Ma is er niet. Ach, lieve hemel, maar die is op de fiets aan jullie onderweg.
Rustig, pa. Kalm. Maar fiets, hussie, het is 7 sloten tegelijk. Nou, eentje is al erg genoeg. Wacht, daar zal je dan hebben. Ja, dat mag ik hopen. Want anders moet je onmiddellijk de politie bellen. Dat kan dan, ik weet niet wat ze overkomen. Oh nee, het is Goesje. Nou, pa, sterkte, ja, hè? Ja, bel me zodra ma er is, hè? Het schijnt dat ma Witteveen zich ergens tussen hier en haar huis bevindt. Al dan niet gestrekt. Nou, daar zijn we dan. Alleen ben je nergens, maar als je elkaar goed beet houdt... Elkaar? Oké, even een mededeling van huishoudelijke aard. Ik kan een omelet maken of tosti's. Hoewel, heb ik al zoveel kaas. Was ik toch maar liever thuis. Wat een geinige bordjes. Ja. Hé, waar is Huub? Het is vandaag de witte wereld. Huis en veld en boom en tak. Alles is vandaag gestoken in een sneeuwwit winterpak. Ik vind het nogal een beetje gezocht, hè, Huub. Het is gewoon kloten weer en iedereen loopt zijn kerst mis. Ja, precies. Hun kerst mis. Hé. Hey. Bosje? Nou, volgens mij is hij nogal hard. Moet er niet wat meer hout op? Zuinigheid is geboden, ook met het brandhout. Hé, hey, jullie daar binnen! Achter jullie centrale verwarming! En op jullie verwarmde badkamer en keukenvloeren. En op jullie elektrieke dekens. En achter jullie inductie-inbouwapparatuur. En met jullie boilers en waterkokers. En magnetron en hete lucht. Of... Niet. Er is werkelijk niets eetbaars in huis van enige betekenis. Waarom heb je geen boodschappen gedaan in het zicht van 3 winkeldichte dagen? Ik had het deze keer juist allemaal zo goed geregeld. Met de traiteur en alles. Dat je geen 5-gangen diner op tafel kan toveren, snap ik wel. Maar 2 eieren en een halfje volkoren, dat geeft wel het andere uiterste. Wat heeft Huub allemaal te peuzelen? Oh, die kunnen we maar beter alleen laten. Broertje wil deze kerst niets met veel vraten te maken hebben. Hey! Kijk eens wat ik hier vind. Wat te gek. Kunnen we pindasaus maken? Nou, hoe staat het hier in huis met de wijn? De traiteur zou ook de wijn leveren, dus... En Huub heeft de laatste huiswijn mee naar buiten genomen, dus die zal nu wel bevroren zijn. En het was al bocht, natuurlijk. Schijn maar uit, staat er allemaal labberts voor. Het valt Tess toch moeilijk te verwijten dat het grootste gedeelte van het land plat ligt vanwege dit rotweer. Tess had het prima voor elkaar, Corine, voor de genodigden. Oh, Goesje, neem me niet kwalijk dat ik zo aardig was om een cadeautje te komen brengen en gestrand ben. Zeg, Corine, hou het een beetje gezellig, hè? Hoor hem. Ook niet uitgenodigd, dacht ik.